Playtime is een ateliergebouw voor de creatieve sector. We hebben ongeveer 30 huurders hier. Behalve atelierruimte hebben we een werkplaats, hebben we een galerie, een koffietent, een keramiekstudio. En op de bovenverdieping woon ik en hebben we een residency die we gebruiken en die afgewisseld wordt door verschillende mensen uit het buiten- en binnenland. 2,5 jaar geleden heb ik dit gebouw gekocht. Toen zijn we eigenlijk de dag nadat het koopcontract getekend werd, zijn we hier naartoe verhuisd. En hebben we de verbouwing zelf uitgevoerd. Wat er eigenlijk voor zorgde dat we, nou ja, terwijl we hier woonden, het ontwerp gedaan hebben. En ook de uitvoering daar parallel aan liep. Wat gevoerd heeft tot het gebouw zoals het nu is. Wat denk ik heel erg effortless en vanzelfsprekend geworden is om die reden. Tijdens dat ik met het project bezig was, heb ik het boek The Good Life gelezen van Iñaki Abalos. Daarin beschrijft hij verschillende soorten modernistische huizen. Die typologie die had eigenlijk, toen ik het boek las, al heel veel raakvlakken met het project wat ik hier aan het ontwikkelen was. Hij refereert daar veel naar films van Tati en specifiek de film Playtime. En dat is een belangrijke inspiratiebron eigenlijk voor het gebouw geweest. Waarin we ook geprobeerd hebben een institutionele achtergrond te maken in een bestaande modernistische structuur die eigenlijk kleur krijgt door het leven en door het programma wat zich binnen de muren van het gebouw afspeelt. Door de werkmethode binnen dit project, waarin ik eigenlijk uitgevoerd heb, ontwikkeld heb en ontworpen heb tegelijkertijd, hebben we alles zo kunnen uitvoeren en zo kunnen maken zoals we ofwel in eerste instantie wilden. En als dat niet het geval was, dan konden we er vorm aan geven tijdens het project. Je ziet in het werk van Bonnema dat hij begaan is met de hele grote schaal. Met de detaillering en met hoe mensen omgaan met zijn gebouw. En ik denk dat dat iets is wat ik hier ook heb geprobeerd. Om eigenlijk die schaalschakel van het eerste idee en het eerste concept van het project te verbinden met de laatste detaillering waar je mee bezig bent. En dan vervolgens het gebouw zo te maken dat het een fijne plek is voor al haar zoekers en bewoners. In het algemeen denk ik dat het belangrijk is dat je, zeker aan het begin van je carrière, niet bang bent voor dingen die je nog niet begrijpt. Als je iets niet begrijpt, zorg ervoor dat je het leert begrijpen. En zorg dat je altijd open staat om nieuwe dingen te leren.